Hey, Kanjers, hartstikke goed dat jullie er weer bij zijn. We zijn bezig met een lessenserie over Linux en vandaag gaan we iets heel belangrijks leren. We gaan leren hoe we onze IP-configuratie kunnen aanpassen. Misschien kan je uit de vorige video je nog herinneren dat ik op dit moment een vast IP-adres ingesteld heb. Wat ik wil doen is ik wil dit gaan veranderen zodat een IP-adres opgehaald wordt van de DCP-server en daarna zet ik het weer terug. Dus daarna wil ik weer een vast IP-adres gaan instellen. Laten we daar maar eens naar gaan kijken. Voordat we dat gaan doen, wil ik eigenlijk nog eventjes iets doornemen wat ik beloofd had in de vorige video. Ik zou jullie nog eventjes uitleggen wat precies een loopback-adapter is. Kijk met me mee naar de informatie op het scherm. Ethernet-kaart nummer 1, dat is de zogenaamde loopback-adapter. Die bestaat niet echt, maar hij wordt vaak aangeduid als localhost. Hij heeft altijd het ip adres 127.001. Nou, en die loopback-adapter. Oftewel je localhost, wordt gebruikt eigenlijk om je netwerkverkeer binnen je eigen computer te houden. En daar zijn een aantal use cases voor waar we later nog naar gaan kijken. Als je toevallig mijn lessenserie over PowerShell gevolgd hebt, dan weet je dat PowerShell iets kan met pipelines. En Linux net zo. Ik wil jullie zo een commando laten zien waarbij ik de pipeline gebruik om alleen de informatie weer te geven van mijn loopback adapter. In de vorige video heb je geleerd dat je met het commando IPA je netwerkconfiguratie kan gaan ophalen. En dat typen we hierin. Je ziet dus nu alleen de informatie van mijn Loebek-adapter, omdat ik dus de informatie van IPA door de pipeline gehaald heb met erachter het commando grep-allo. Laten we nog eens kijken naar de complete netwerkconfiguratie. Ik bus mijn scherm even zodat het goed duidelijk is. En met het pijltje naar boven ga ik naar vorige commando's. Ik gebruik nu het commando IPA om allemaal netwerkconfiguraties te laten zien. En nu gaan we eens kijken naar die tweede netwerkadapter, die ENS3. Dat is mijn virtuele netwerkadapter. In mijn VIA. In de directory slash etc slash netplan, daar staat een specifiek bestand wat ik moet gaan aanpassen zodat ik een andere configuratie kan geven aan mijn netwerk. Nou, dat is een tekstbestand en een tekstbestand kunnen we heel makkelijk aanpassen met het commando nano. Het aanpassen van tekstbestanden om je configuratie te wijzigen in een Linux server is heel normaal, dus wen er alvast maar aan. We gebruiken weer het commando sudo om het volgende commando uit te voeren met administrator-rechten. Nou, eigenlijk is er in Linux geen administrator, maar dat noemen we een superuser. De term administrator die bestaat eigenlijk meer bij Microsoft en bij Linux spreken we dus over een superuser. Het bestand wat we willen aanpassen, dat is 00 config.yaml. En als we dan op Enter drukken, dan opent het nano met vervolgens de inhoud van die file. Die gaan we aanpassen. Nou, en in dit bestand daar zie je dus mijn IP-configuratie staan. En dat gaan we verwijderen. Dat doen we vanaf de naam van de network-interface. En dan druk op Ctrl-K om lijntjes te verwijderen. Als alles verwijderd is, dan gaan we er nog iets tussen zetten. Nou, let op: dit is een YAML-file. Dus de plek van de tabs is heel belangrijk. Ik geef een aantal tabs zodat de nieuwe informatie ingesprongen komt boven de netwerknaam. DHCP 4 van DHCP versie 4, dubbele punt spatie, yes. En dan sla ik op met Ctrl X en yes. Met het commando sudo netplan apply pas ik de nieuwe configuratie toe. Ik heb even mijn scherm schoongemaakt, zodat je goed kan zien wat er nu gebeurt. Met het commando IPA haal ik mijn nieuwe configuratie op. En als het goed is, moet nu mijn IP-adres van de DSP server uitgeleend zijn. Nou, er is helemaal niets mis met het uitgeven van een DSP-adres aan een server. Maar ik wil wel dat het een vast IP-adres is. Dus misschien is het in jouw geval toch handiger om dat direct in Ubuntu te configureren via de YAML-file. Als je dat wil, Typ dan hetgene wat ik nu zojuist ook uitgetypt heb over, zodat je dat vaste IP-adres aan je Ubuntu server kan geven. Vervolgens slaan we dat bestand op en passen we het toe met het commando sudo netplan apply, zoals je geleerd hebt. We controleren natuurlijk even met IPA. En als het goed is, dan krijg je nu altijd een vaste IP-adres, in mijn geval 192.168.1.1. Nou, ik denk dat we best veel gedaan hebben in deze video. We hebben gekeken naar netwerkconfiguratie en hoe we die kunnen aanpassen van DHCP naar een statisch IP-adres. Nou, er is helemaal niets mis met het uitgeven van een IP-adres door de DHCP aan je Ubuntu-server, maar zorg er dan wel voor dat het een statisch adres is. Als dat voor jullie niet zo handig is in verband met je netwerkconfiguratie thuis, doe dan gewoon met mij mee en pas het configuratie YAML-bestandje even aan. Ik hoop dat het voor jullie zo een beetje duidelijk geworden is hoe je IP-configuratie van je Ubuntu server kan aanpassen. Nogmaals, in Linux gebeurt heel veel via configuratiebestanden die je op de command line kan gaan aanpassen. Super fijn dat jullie erbij waren in deze video. Ik zie jullie graag terug in de volgende waarbij we nog meer gaan aanpassen. Mensen, abonneer en like en dan zie ik je graag snel weer terug.